150 wielrenners, amateurs in hart en nieren, de meesten uit Nederland, maar ook een groepje uit Duitsland, hebben in Leeuwarden gedefileerd langs het stadhuis, waar met de burgemeester Sjoukje Dijkstra het voorbijrijden volgde. De schaatskampioene, Friese van geboorte, was naar het Heiteland gekomen om deze jongens uit Leeuwarden op weg te helpen. Een valpartij kort na de start liet zich even ernstig aanzien, maar het bleef gelukkig bij enkele builen en schrammen. Er stond een felle noordenwind en het is dus niet verbazingwekkend dat de renners in zuidelijke richting rijden een grote snelheid ontwikkelden. Al direct buiten Leeuwarden was een groepje van 10 erin geslaagd een voorsprong te nemen op het grote peloton. En toen na 54 kilometer de waterpoort van Sneek bereikt werd, lagen deze 10 nog steeds aan kop. Later waren het 3 moedigen die kilometers lang de leiding hadden op de hoofdgroep, die ondanks een groot aantal uitvallers een felle jacht ontketende. Den Outer, Duiker en Bekkers bleven tegen wind en beter weten in hardnekkig proberen hun voorsprong te behouden. Maar het peloton slokte hen op en ze kwamen daarna niet meer in het stuk voor. De finish in Leeuwarden werd het eerst bereikt door de Amsterdammer Cornelissen, die zijn krachten zo goed verdeeld had dat hij Sjoukje Dijkstra nog een frisse wang kon bieden.